De toepassing van de belasting over toegevoegde waarde, BTW, heeft veel winkeliers in een afwachtende positie geplaatst. Niet alle winkeliers durven nog de BTW toe te passen vanwege de nog steeds heersende onduidelijkheid, zegt Gretel Wolfram, voorzitter van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname, WFOS, in gesprek met onze redactie. De meeste winkeliers nemen nu een afwachtende houding aan. Daarom wordt er ook bij de meeste winkeliers geen BTW geïnd momenteel. Journalisten hebben dit zelf ook onderzocht en merken dat vele winkels geen BTW innen. Maar los daarvan merken de winkeliers ook op dat de klanten zelf weinig kennis hebben over BTW en over welke goederen er wel BTW geïnd mag worden en over welke goederen niet. Precies zo circuleerde er op Facebook een kassabon van een van de winkeliers, waarbij men zich afvroeg of er niet te veel BTW geïnd is geworden door de winkelier. Blijkt dus dat er te weinig BTW geïnd is. En men weet niet dat er over koffie wel BTW geïnd moet worden. Maar in dit geval was er geen BTW geïnd op koffie, omdat het waarschijnlijk nog ging om oude voorraden. En op oude voorraden, wat men gekocht heeft in het jaar 2022, dat moet men nog steeds zonder BTW verkopen. De voorzitter geeft de regering als advies een betere communicatiestroom met de samenleving te onderhouden. Een slechte communicatie kan als gevolg hebben dat de BTW niet op de juiste wijze wordt ingehouden. De communicatiestroom is er wel tussen de Belastingdienst en de winkeliersvereniging. En als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen die nog altijd vragen of aangeven. Maar zoals ik eerder heb aangegeven, nemen wij een afwachtende houding aan. Reden waarom is omdat pas op 16 februari er belasting afgedragen moet worden en je dan pas een veel beter beeld hebt van hoe zaken aan toe gaan. Wat zijn de onduidelijkheden? Wat zijn nog een paar van de obstakels? En nadat we dat eigenlijk hebben kunnen inzien nadat er geëvalueerd is geworden met de leden, dan zullen we dan weer aan tafel zitten met de fiscus over de verdere onduidelijkheden en de verdere vragen die we hebben. Ik denk dat de regering meer voorlichting zou moeten geven omtrent het heel gebeuren van BTW, omdat het voor veel consumenten nog steeds heel erg onduidelijk is. Ze hebben wel een lijst gepubliceerd van basisgoederen, of tenminste 0% tarief. Maar nog steeds is het onduidelijk voor vele Surinamers. Wolfram gaf te kennen dat de WOVS na 16 februari de resultaten van een evaluatieverslag zal opstellen. Vervolgens zullen de resultaten worden besproken met de nodige actoren.